Goedemiddag en welkom bij Joet. De prijsje was kogel bedreuwen voor een landelijk opererende oplichtersbinde. Die bestelt benam meubels en kleren, maar betelt het er net voor. De totale skeer van de oplichters rint al op naar 1 miljoen euro. Ze had 10 tonnen zaken dupieren. In Friesland binnen het nota fjouwe zaken het slachtoffer worden. Er wordt via internet besteld. En vervolgens wordt dan via de e-mail wordt een betalingsoverschrift wordt naar de betrokken bedrijf gestuurd. Werd een soort van over keurig netjes betalen. En je kan het spul wel overleveren aan een koeriersbedrijf die vervolgens de spullen opheldt en meeneemt naar een plek ergens in Nederland. Het afschrift blijkt vals te wezen en de dupieren had geen geld meer en geen geld. De politie houdt het advies om eerst goed te zien naar het bewijs van betelling voor dat zaken opgestuurd worden. Er worden de komende jaren volle minder huizen nijbouwd in Zuidwest-Friesland. In de woningbouwplan van de 5 gemeenten die het Marmekoor Zuidwest-Friesland vormen, stier dat er zo'n 900 huizen nijbouwd worden. Dat tal is drastisch bijgesteld naar 650. Neffens de gemeente had het te krijgen maar de krimp in Zuidwest-Friesland. Dat vreegt een realistischer opzet van nijbouwplan, zo zei de gemeente. Beginnende autobestuurders zitten volle vaker met drank op achter het stuur als ze uit de sportkantine komen als chauffeurs met ondervinding. Dat blijkt in het onderzoek van het regionaal orgaan Verkeersveiligheid Friesland, het ROF. Rond 12% van de beginnende bestuurders had te volle dronken als ze uit de sportkantine komen. Bij de chauffeurs met ondervinding is dat 8%. Bestuurders hebben een beetje het rug om auto te rijden. En dat wat ze de eerste 4 weken bewijzen. En het kunnen dus het rijbewijs ook aangenomen worden. Zo zien ze dat ze wat voorzichtig binnen. Maar dat blijkt net uit deze metings. De helft van de Friezen maakt van de Farn een Bob-afspraak. Alleen nog 20% daarvan houdt hem er net aan. In februari begint een Bob-campagne bij sportkantines. Ik zal de politie alcoholcontroles houden bij sportcomplexen. Friesland is een van de 5 regio's die het meedocht aan een proefcampagne. Net alleen nog op het dik, maar ook op het wetter kan de onhoudende mist gevaarlijk wezen. Provinciale Wettersteed controleert daarom of boten wel een radar ha. Bij gevaarlijke situaties worden boetes uitdeeld. De PwC houdt Joert Staffers op het drokken Prinses Margriet kanaal. Ze zorgen vooral goed naar plezierjachten. Die hebben vaak geen radar aan boord. Gewoon op zich zie je helemaal niks en je zie ik niks aankomen. En vooral met de beroepsvaart is dat wel heel wichtig natuurlijk. Dus dat er nog al mensen nog op het water binnen die geen radar hebben, die sturen we er ook. De Duitse skipper van deze motorcruiser had het erop wegen. Hij had al 2 dagen in grauw op beter waar wachten, maar maat mooi een werkje in Duitsland. Het komt om op een boot te steken en zijn skip werd naar de haven van Watten escorteerd. Werkje mooi zit er elke dag net in. Een zo'n 40-jarige inwenner van Nijenhout P is Justine Oornhouden van Brandstichting. De man zou zijn eigen wedding in de brandstutsen hebben, doet hij ruzie hier met zijn vrouw. Jo, het is goed te zien dat er flinke skee ontstaan is door de brand. De brandwacht hier de zaak juist de Wolgau onder controle. De man is door de politie meenam voor verder onderzoek. In een opwelling had hij de zaak in de brand gestutst. Ja, vervolgens hebben we deze man aangehouden. De man verzette zich ook nog behoorlijk hevig. Deze man die zit op dit moment vast in het politiebureaubus. Het huis is onbewembe door de brand. De vrouw is onderbracht bij kunde. Ze had slachtoffer helpen om weer te krijgen. Friske binnenveertskippers had slim les van de extreem lege wettenstaan in de rivieren. Voor binnenveertskipper Anno Hoekstra uit Watten is het een heel rekkenwerk hoe te deze wieken varen mat. Moon stapt er op zijn skip dat in Hengelo leidt om zout te laden dat naar Duitsland mat. Maar het wettenpuil in de Maas, Rijn en de IJssel had zo'n 2000 treien nog net zo leeg west. Dat betekent dat we heel wat tonnage achterlitten. Normaal laat ik 1400 ton in het skip en nu maar zo'n 100 ton. Onder grote belangstelling van de parsen en van kroonprins Willem-Alexander en prinses Maxima is Justine in Amsterdam de film Nova Zembla in première gegaan. De film, regisseerd door Reinoud Oerlemans, heeft een liedse maar belangrijke rol voor topmodel Doutzen Kroes. Ze stieren grutsk op een film en hopen dat er meer rollen volgen zullen. Een beeld. Prachtige film, het verhaal is zo mooi en dan... Ja, dat beeld en het is zo mooi die en hoe Reinoud het dien had, is gewoon ja, geweldig. De muziek en dan wat die man nou in mij maken haar en dat hij dan ja, safarele is op mij en die brom komt, ja, dat is een schitterend verhaal. Mistig, wie het ek joet weer. En dat zal ik joen en vannacht nog gewoon horen. Dan kan ik wat ruim vallen en de temperatuur luidt om de 3 of 4 graden hinnen.
En meneer, eerst nog wat rein, maar je moet ik nog rekken houden met mist. De wind is matig en komt uit het zuidwesten tot zuiden. En het is maximaal 8 graden. En dan zou voor een oorsjoch van het Nijzien 5 minuten. Meer Nijs is er in de joert van 6 uur. Nog een mooie dag verder.